Ik wil de markt op gaan om mensen te zegenen met het woord, maar ook om iets lekkers of iets leuks voor ze te halen. Nou, wat vind je ervan? Ga je met me mee? Let's go. Introduce myself. I'm Pastor Bianca, and this is the new program, The Walking Priest. This program is specially made to make people happy. I don't know which situation you are going through, but God leads me to you to pray for you, and after that, I want to bless you. Are you okay with that? Okay. Can I have your name, please? Lisa. Lisa, can I pray for you? Father. Okay, let's pray. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we thank you so much for the life of your daughter, Lisa. You know her better than me because her name is written in the palm of your hand. Father, bless her. Father, touch her. Father, visit her wherever she needs a visit. I soak her into the blood of Jesus Christ. And I pray, Father, that before the end of next week, Father, that you shall give her an open door. If she has anything in her body, Father, heal her, Lord. If she's tired of something, Father, take that heavy load from her shoulder. If there is something she is looking for, Father, grant it to her. I thank you so much that you have done it. In the book of Matthew 21, verse 22, you said, if we believe what we ask for and pray, that she have received it. Thank you, Lord, for her life. Thank you that you have done it. In Jesus' name I pray. Amen. So tell me, what do you want me to buy? Apple? No, you sure? Did God visit you today? You are not happy. What else? You can also go somewhere else if you like. If you don't really want to buy here. Oh, I actually came for this. Okay. That's for today. Wat wil je? Nou, is het toch wel leuk? Iemand weer blij te kunnen maken vandaag. You have to tell me when I have to stop it. I will tell you. Thank you. See you? What out of the air. Father, we thank you so much for this food that you have provided for your daughter. I soak it into the blood of Jesus. As she about to use it, may she find joy. May she find a lightness in her heart. And whatever it is, heavy, Father, she will see happiness in the name of Jesus. May her life be fruitful as she is going to eat the fruit. Let she continue to reap every good thing that she has sowed in the name of Jesus. Thank you, Lord. I soak it in the blood of Jesus. Amen. Not a problem. Oh, no problem? Okay. Not a problem. Okay. Yes. Only for the customer, you know. Okay. No, the customer many, like. Yeah, so many people don't want that. Okay. Yeah. Yeah. No problem. You get the apples were just for the euro. Yes. Nine pesos, yeah?
How much for every day? 8 Okay, 10 euros, okay. Okay, thank you. Als je voor me bidt, weet wat God zegt, wat ze zeggen toch in de Bijbel staat. Waar er twee vergaderen in mijn naam, dan ben ik ook. Amen. En daarom mag ik voor me bidden. Oké, okay, laten we bidden. Ja. Vader, in de naam van Jezus, we danken u, Vader, voor uw zoon, Vader. Ik breng hem voor uw aangezicht, Vader. U kent hem beter dan mij, Vader. Dus, Vader, u kent zijn problemen. Vader, wilt u hem zegenen, Vader? Wilt u deuren voor hem openen, Vader? Wilt u hem kracht geven en wijsheid geven, Vader? Wilt u hem leiden op zijn pad, Vader? Vader, wilt u hem een aanraking geven, een bezoeking, Vader? Ik dank u dat u voor hem heeft gedaan, Vader. Ik dank u, Heere, Vader, dat wat zijn hart wenst, Vader, dat u aan hem zal geven, Vader. Ik doop me in het bloed van Jezus. En ik dank dat hij voor hem heeft gedaan. In Jezus' naam, amen. Mijn zuster, amen. God bless you. Dat zijn broeder, God bless you. Ik ken je van vroeger, we waren geen lievertjes. Ik hoop niet. We hebben heel veel dingen gemaakt. Heel veel dingen meegemaakt. Van alles. Stoute dingen vooral. Maar, zoals ik het zie, iedereen kan bekeren. Er is altijd iets goeds voor iedereen. Ik heb het zelf ervaren, want u kent me langer. U weet dat ik geen lievertje was. Ja. Maar iedereen zegt van, hé, wat ben je rustig geworden. Ja. Kom door de bezinning. Oké, dan. God bless. God bless. Ja. Love you, hè. Sabi, want we gaan op die Ja, toch? Ja, toch. Nou, we gaan even bidden voor deze heerlijke dranken. Van deze geweldige zoon van God, die dit verkoopt. En ik weet zeker dat als je hier komt drinken, dat de Heer je zal vullen. Als ik mijn handen nu strek, doop ik alle dranken hier in het bloed van Jezus. En ik bid ook voor degene die het maakt, dat zijn handen gezegend mogen zijn. Dat deuren open voor hen mogen gaan. Dat de Heer hem mag aanraken waar hij nooit aangeraakt is. Dat hij mag gaan waar hij nooit geweest is. Dat hij gezegend mag worden waar hij nooit gezegend is. Vader, ik dank u dat u het voor hem heeft gedaan. In Jezus' naam heb ik gebeden. Amen. I thank you so much for the life of your children, Father. Father, I thank you, Father, for the mission that you have given unto them, Father. May you continue to strengthen them, Father. May your favor, mercy, and grace be their portion in the name of Jesus Christ.